Jutsel-fans, welkom in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Jorger, ik ben 20 jaar oud. En als je deze video nu al leuk vindt, abonneer op deze Jutsel-kanaal. Doe een blauwe duimpjes omhoog, doe veel reacties eronder. En een belletje om meer video's te krijgen. En we gaan de video beginnen. Ja, oké, ik zit dit keer even... Ja, is het wel nog in mijn kamer, maar dit keer op de blauwe achtergrond. Ik vind het ook eens leuk om hier ook op te doen. Ja, ik heb even mijn handen vrij, want ik heb even op de telefoon even op de statief opgezet. Nou, ik doe hem af en toe wel standaard, maar statief is wel een betere naam. Ja. Ja, want ik ga nu iets vertellen. Ik heb vanaf gisteren een nieuwe abonnee bijgekregen. En zoveel heb ik hem. Woe! Ja, oké. Ja, ja, mijn video's gaat knijtend hard al. En waarom gaat het knijtend hard? Dat ik mijn eigen spullen heb. Ja, en waarom mijn eigen spullen? Shirts en... Dit hier. Want daarom is mijn kanaal zo beroemd. Want en waarom het zo beroemd aan is aan mijn kanaal? Want ik ga vanavond dingen vertellen over de kanaal. Want vanaf vandaag ga ik dingen wel vertellen over mijn kanaal. Want ik ga mijn kanaal nog nieuwer maken, want de naam van Jutsel van Jorg houd ik gewoon. Maar één dingetje. Als ik heel misschien de Jutsel Junior doe, dan wordt de naam ietsje anders. Want Jutsel van Jorg kun je gewoon opzoeken. Gewoon. Maar de naam van mijn kanaal ga ik niet weghalen, want de Jutsel van Jorg hou ik gewoon. Want ik zet gewoon hier bovenop Jutsel, dan denk je onder Junior. Of daartussen, dan kom je hier de logo voor mij. De Griekse I en een D. Ja, oh ja. En natuurlijk, ik ben al bijna bij deel 100 gekomen. Al bijna. Ik denk morgen of overmorgen daarop. En als het... 100ste video's zijn. Nou, niet echt 100. Het zijn meer. Want ik heb een paar andere video's. Dat niet deel 1 tot mijn deel 100 is. Maar ik heb een paar andere video's. Kun je ook nog terug bekijken. Ja. Maar toen ik gedacht heb. Ik ga mijn kanaal verbeteren. Van deel 1 naar deel 100. Want met deel 100 ga ik nou niet stoppen. Nee, ik blijf gewoon verder. Want als ik ga stoppen, kom je maar geen video's meer. Maar natuurlijk heb ik een oplossing. Als ik bij deel 100 ben, ga ik gewoon helemaal verder naar 200. Dan naar 300, 400, 500 en 600. Ja, ik ga helemaal door dat ik nooit meer stopt met deze video's. Want ik blijf voor altijd nog doorgaan. Want wat zei ik altijd? Als je stopt met de video's, wordt het saai. En waarom dat zei? Ja, als ik geen video's plaats, dan kun je niks meer bekijken wat nieuw is. Nou, nieuw. Je kunt ook nog terugkijken wat er... Ik was vergeten om pauze te zetten, want ik was een beetje te laat. Maar ja. Ja. Oh ja, nu ga ik eens anders over vertellen over mijn shirt. Want deze hier... ja. Als je deze nog heel goed kijkt, is deze nog steeds nieuw. Maar ik heb een oplossing met mijn oude shirt, die zwarte. Want dat ga ik niet weggeven. Ik ga het gebruiken voor bij de sport. Waarom dat? Want de mensen van mijn sport zijn altijd benieuwd naar hoe de shirt van de kanaal eruit ziet. Toen had ik gedacht... Om mijn shirt niet weg te geven. Maar dat vind ik wel zonde. Maar toen had ik gedacht.
Ik gebruik die zwarte shirt bij mijn sportkleding. Want elke woensdag heb ik sport. Ja, nu ga ik over sport en video vertellen. Want ik heb eens een keer ook nog sportvideo's gemaakt. Want voor de eerste keer was we met Stijn. En Stijn, die had ook een keer geholpen met de sport. En die had mij gefilmd. Ja. En toen daarna had ik mezelf gefilmd bij de sport. En toen, een tijdje later, van in 2020, is Stijn nou gestopt met de sport. Maar nu hebben we een nieuwe. Ja, een nieuwe, we hebben al een tijdje. Ja, ik weet de naam ook al even al niet meer. Ja. Moet ze even goed zetten. Maar ja. Maar toen de laatste video werd, was ik mee gestopt om met de sport te filmen. Want eigenlijk moet je er de toestemming voor hebben. Maar voor hun hoeft dat niet, maar ik vind toestemming ietsje makkelijker. Ja, stel voor, als je ergens gaat filmen zonder toestemming, word je eruit gestuurd. Maar dat wil je niet. Maar als iemand graag wil filmen, moet je er ook toestemming voor hebben wie eigenlijk in de video wil komen. Nou, zoals ik. Wacht, ik zeg er even één naam op, want ik zeg heel verkeerde Jeppe. Maar vertel ik eens iets over Bram. Want toen ik Bram allereerste keer zag bij het logeerhuis. Toen heb ik een. Nee, wat was het? Toen had ik mijn kanaal. Nee, volgens mij nog niet. Ja. Toen had ik al mijn kanaal al. Maar toen was het nog niet vlog. Maar. Van een tijdje geleden, in 2019 geloof ik. Nee, toen was het er in de video. Oh ja, wacht, nu weet ik het weer. Als iemand in de video wil, moet je gewoon vragen dat je in de video wil komen. Want ik heb eens een keer aan Bram gevraagd, wil je graag in mijn kanaal komen? Maar dat is een vraag. En als je geen ja of nee zegt, wil je het niet of wil je het wel? Maar Bram heeft gezegd, ja, ik wil dat. En dat is de reden dat je iemand een toestemming moet vragen als iemand wil filmen. Want als iemand bekend is van deze huis waar ik woon. Want ik noem geen straat op. Nee. Ja, zonder. Dat ga ik daar vertellen. Maar, die bekende van dit huis waar ik woon, ik noem geen straat op, nee. Wie gaat er wel bekend is in dit huis? Heb ik heel veel keer over verteld. Ik zei nog één keer, wie er in deze huis bekend is en die vaak mij ziet, die mag wel in de video. Maar, er zijn een paar redenen. Er zijn een paar redenen dat ik wel begreep. Dat is mijn vader en mijn moeder en mijn broer, die wil niet in de video. Maar, die zijn bekend in dit huis. Wie geen bekend is van dit huis, hoeft niet in de video. Ja. Maar ja. Ja, als je je afvraagt, waarom zit ik dan op de blauwe setting? Omdat het mijn blauwe muur is. Ja, als je afvragen, is dat een greenscreen? Nee. Let me op. Kijk eens. Het is gewoon een muur. Oh. Ja, dus actief is een beetje flauw aan het doen. Maar ja, er heeft niks. Ik hoef niet hoesten, want dan ga ik daar vertellen van bij het einde van de video. Maar ik ga even dingen vertellen over mijn kanaal. Omdat mijn kanaal al bekend is, kom eens een keer Youthful Junior. Daar ga ik nou dingen over vertellen. Waarom Junior? Want dat is gewoon bijvoorbeeld met challenges, opdrachten.
En wat mijn andere dingetje is. En als één van jullie de opdracht of een challenge wat ik ga doen, naar mij doorsturen in de reactie. Als ik de reactie heb, zet ik deze video. En dat is helemaal nieuw. Want ik doe opeens ook reacties op mijn video's. Ja. Even goed nadenken. Ja. Nu ga ik even vertellen over mijn eigen merchandising. Ja, want omdat ik mijn eigen spul heb. Toen had ik gedacht om misschien de webshop kunnen starten. Weet je wat? Zet in de reactie. Hoe en wanneer ik in mijn webshop ga starten. Zet in de reactie. Maar voor één ding. Voor één dingetje. Wie geen er niks over mijn kanaal over heeft. Moet de reactie niet sturen. Want ik zie af en toe bij de reacties dingetjes. Wat ik niet zo heel erg prettig vind. Dat is van Samantha en bij andere mensen. Nou, ik doe me geen naam op. Ja, ik heb één naam genoemd, dat is Samantha. Dat ga ik nou maar vertellen, want Samantha, die stuurt alleen maar tips wat ik moet doen. Maar eigenlijk ben ik de baas van mijn kanaal wat ik moet doen. Maar dat is geen reactie. Maar de echte reactie is eigenlijk, waar woon je? Want ik mag niks opnoemen. Maar dat is ook geen reactie. Maar wat wel een echte reactie is. Wat doe je allemaal in je kamer? Of wat doe je allemaal in je leven? Dat zijn wel reacties. Want ik krijg heel veel al reacties binnen. Nee. Want er gaat ook al kleins hard. Want ik heb al een stuk of 20 of 21 of 30 reacties. Of 100. Ik weet niet. Ja. Oh ja. Nu even terug naar mijn eigen merchandising. Omdat ik mijn eigen spul heb van mijn dekbed en mijn kussen. En natuurlijk mijn eigen bier. Oh. Ja. En toen had ik gedacht. Als een van jullie nou. Even wacht hoor. Als er een van jullie nou een leuke reactie stuurt over de webshop, hoe en wanneer ik ga starten. En als ik een start, ik ga eerst een keer even mijn kamer even rondneuzen om misschien wat iets weg te geven, want ik weet nog niet wat. Maar, voor één dingetje, ik heb hier een kleine kussen, want dit is niet om weg te geven, nee. Want ik heb eens een keer gedacht, als iemand een keer wil slapen, of even wil rusten, pak ik gewoon deze kussen, want dan pak ik even zonder dit gezicht. Dan zet ik aan deze kant de logo van een Griekse I en een D. Want, stel eens voor, iemand wil even willen rusten. Ja, heb ik allemaal verteld. Nou ja. Ik zeg nog één keer even, als iemand wil rusten, pak die kussen en kan even je hoofd even opdoen. Want als iemand een beetje hoofdpijn heeft of even rust wil nodig, pak gewoon dit kussen. Want dit is niet om weg te geven. Want dit is van mij, is er meer rust te horen. Want daarvoor geeft mij meer energie aan om meer video's te maken. Want soms ook niet even. En daarom maak ik wel vaak video's. Nou, doei. Ik maak wel vaak video's. Maar voor één dingetje. Soms ben ik een beetje moe. Maar niet altijd. Maar soms ben ik me ook niet moe. Toen had ik eens een keer geen video's geplaatst. Daarom is eigenlijk de reden van daarom even nooit wel video's kwam. Maar wat de echte reden toen ik op vakantie was helemaal geen video's. Ja, het was even saai zonder wifi. Maar dat moet ik een beetje aan wennen, want de camping van Waspik, die hebben geen wifi. Want ze zijn niet zo goed voorbereid.
Ja. Maar over het binnenkort in 2021. Want ik denk dat corona ook voorbij zou raken. Om dan wel andere camping te gaan. Want ik was een keer. Ah, weet je wat? Ik heb al eens een keer verteld in de video, geloof ik. Ja, volgens mij heb ik al eens een keer verteld op die andere camping. Ja, maar ja. Nu ga ik verder over mijn kanaal en de merchandising. Want die blouse, die blauwe blouse, want ik ga hem nou even niet pakken. Of wel even. Ja, ik pak hem heel even. Want we zijn heel even voor pauze. Je kunt over tussendoor wat iets te pakken van te snacken tussendoor en wat te drinken. Dus ik zie je zo meteen. En daar ben ik weer. En de stem is weer gedraaid. Maar ja, ik heb hem al gepakt. Maar als je vraagt welke blauwe blouse ik bedoel, dan is het deze hier. Want, even goed zitten. Als je het heel goed ziet, want hier staat niet mijn logo. Maar, als ik deze blouse ook een keer ga verkopen, ben ik toen nog een keer gedacht en heel goed nagedacht om aan deze kant of de andere kant mijn logo erbij te zetten van een Griekse I en een D. Maar ik kon wel verschillende kleuren. Maar niet alleen maar rood, want als het alleen maar rood is, wordt het alleen maar saai. Wordt je ogen en je hele gezicht en dan lichaam ook helemaal rood. Toen had ik gedacht, als ik deze blouse ga verkopen, zet ik één van de dingen, de logo op van een Griekse I en een D. Want de Griekse I en D heb je al eens een keer gezien op de shirt. Maar er staat overal een Griekse I en een D op. Want, ik pak hem hier even, want het is al dichtbij. Dat is ook deze hier. De computer schuifmat. Heel misschien, als ik de webshop heb, misschien, kan ik deze ook meer erbij verkopen. Maar dit komt wel in het rood. Want als ik deze in de andere kleur ga veranderen, kun je niet echt goed zien. Maar dat rood wel. En als ik er heel veel van heb, dan kopen ze. Of misschien ook horloges. Of misschien carnavalkleding. Want als ze nu kunnen herinneren, want ik trek hem heel even aan, komt zo even terug. Zo, en daar ben ik weer. En weer gedraaid. Ik moet echt een keer een andere kopen. Nou, ik heb hem wel een nieuwe. Maar stel eens voor, als het carnaval is en iemand wil gaan verkleed zijn als youtuber. Dus heel misschien komt er ook hier misschien een logo. Of aan de andere kant in het rood. Dan ga ik nou keren met mezelf of met mijn vader en mijn moeder keer wat overleggen. Want niet alleen de andere dingen. Jij moet hier echt even door. Want als je het ziet, dat is een sterrenhanddoek. Doe ik. Nou, hier doei. Want wat jullie net zagen, daar waren de sterrenhanddoek. Ik ga even nou even goed zitten. Want, dat is veel beter. Dat is veel beter zo. Wat jullie net zagen, dat is een sterrenhanddoek. Want sterrenhanddoek vind ik echt een hele mooie naam. Want toen had ik een nieuwe naam gedacht van de Jutvlog Botlaken. En waarom dat? Als ik dat er ook weer ga verkopen. In het rood en het wit. Want dat is eigenlijk ook van YouTube. Want daar zat hij. Ja, ik hik af en toe. Dat betekent als ik ga hikken, ga ik groeien. Maar ga ik dan verder met de merchandising. Ja, en misschien als ik een play button heb. Want de echte play button ga ik niet verkopen op de webshop. Nee. Zelfs voor. Als ik een play button heb en ik wil een zo'n kleine mini. Niet toen had ik gedacht om een mini play button sleutelhanger te laten maken. Of misschien een logo van mij. In het rood of in andere verschillende kleuren. Of misschien veel andere dingen. Dat zou echt heel leuk zijn. Nou, als er een van jullie graag dat ik mijn webshop ga starten, zet in de reactie.
Want, ja. Oké. Oh ja, mijn één dingetje. Mijn useful stuff is af. Heb ik gisteren jullie ook laten zien in de video. Je kunt nog terugkijken. Okay. Doe ook nog extra duimpjes omhoog. En abonneren. Wie er nog niet geabonneerd zijn. Ja. Maar toen had ik gedacht. Ik heb. Eerst was ik rood. Want ik wou overnieuw rood maken. Er zat niet heel veel rood in. Maar de rood is helemaal op. Toen had ik gedacht om goud te maken. Want mijn YouTube kanaal is ook van goud. Ja. En een beetje zilver. Ja, had ik eigenlijk. Die teken, je weet wel, wat jullie net zagen op de teken. Die witte om zilver te maken. Maar ik vind goud en wit mooier bij elkaar. Ja, wie gaat er van niet. Hoef je niet in de reactie te zetten. Maar ja, telefoonhoesjes. Ja. Oh, ik moet echt even stoppen met de merchandising. Ja, als ik heel veel van de usual staffen heb, dan worden er inklapstaffen. Dat je gewoon zelf in kan klappen. Dat je ook mee met die jas. Want het past heel goed bij elkaar. Dat ga ik ook misschien verkopen. Maar misschien ook telefoonhoesjes. Wie gisteren een Samsung hebben, met zo'n camera. Maar ja, als je afvraagt, is de camera zo groot? Nee, het zijn drie camera's met één lamp. Want hier komt misschien de logo, of een foto, of een van jullie, mijn logo en jullie handtekeningen. Ja, dat zou echt heel leuk zijn. Ook de mensen dat ze een handtekeningen opzetten over mijn kanaal. En nu ga ik echt even stoppen met de merchandising. Abonneer ook op hun. Maar ja. Ja, nu ga ik even verder met mijn kanaal. Ik heb ook nog verschillende YouTubers. Nou, nee, niet echt verschillende YouTubers. Maar ik heb één ding besteld. Van andere YouTubers. Maar daar ga ik niks over vertellen. Ik kan ook terugkijken in de video van mij. Maar ik heb ook mijn zelfgemaakte de YouTube box. Mijn eigen YouTube box. Maar toen had ik. Moest even op pauze zetten, want ik moest even gaan grapen. Maar als jullie net zagen dat ik even wiebot, het geeft niks. Dat was een omgekeerde daarvoor. Maar ja, ik doe me even één YouTube op. Dylan Hagens, want ik heb nog steeds de Tosti Box. Ja, stel eens voor. Mijn film is beroemd. En als ik een YouTube box wil, want ik moet nog een naam verzinnen van een box. Dan ga ik morgen vertellen in de wat dan ga ik morgen vertellen in een video van de reactie over mijn verzinnen. Box. Ik weet de naam nog niet. Maar ja, even goed nadenken. Ja, de video begint al lang te worden. Ik ga op tijd even afsluiten. Voor trouwens een hele leuke en speciale YouTube-vlog video. Ga zo verder met. Niemand aan het woord? Oké, abonneren. Ja, nou, dan zie ik jullie bij morgen. Bij een gloednieuwe video. Dus zie ik je allemaal later.